Dagje bij mij lekker thuis. Ik ga wel wat dingen doen nog, maar daar ga ik jullie lekker naartoe meenemen. Dus jullie gaan het allemaal zien. Ik heb me net lekker klaargemaakt en ik heb er al een ochtendje op zitten. Trouwens, dat is helemaal niet waar, want het is nog best wel vroeg trouwens. Volgens mij is het nu 9:30. En ik laat even mijn outfitje zien voor ik daar vragen over krijg. En dan ga ik jullie even gezellig bijpraten. Dit is namelijk de outfit. Het is natuurlijk nog zomer buiten, maar het is echt niet zomer buiten. Dit jaar hebben we geen zomer in Nederland, denk ik. Dus het is een beetje fris, maar wel gezellig fris. Ik kom er helemaal van in de herfstvibes. Ik zat net ook oude cozy video's van mijzelf terug te kijken, omdat ik even inspiratie wou doen voor cozy dit jaar. Dus laat me zeker weten als jullie cozy dit jaar weer op mijn kanaal willen zien in oktober. Let me know in de comments. Mocht je niet weten wat dat is, ben je een nieuwe volger, check even hier dat icoontje daar in de hoek. Want dan zou ik daar even de playlist neerzetten en dan kun je zien wat ik bedoel. Want ik ben echt een herfstpersoon. Vind ik heel gezellig die video's. Dus check dat dan zeker even. En zo. Val even met de deur in huis. Laat zeker in de comments weten wat voor soort video's je dan leuk vindt om te zien. Tijdens de cozy maand. Ik heb al heel veel inspiratie. Maar ja, jullie input is altijd welkom. Nou, dat gezegd hebbende, heb ik hier mijn outfitje. Ik draag deze body van de Zara. En ik krijg heel vaak vragen over wat voor BH ik eronder draag. Of ik draag er niks onder. Of ik draag zoals nu een vest erover. En dan doe ik deze BH van Lounge. En dan doe ik hem zeg maar gewoon dat bandje eruit. Of niet om. Hier heb ik een bandje wel om, zodat hij wel steunt. Maar hier zit de vest overheen. Nou, deze vest en deze broek is van Shein. En voor de rest doe ik straks nog gewoon witte gimpen aan. En ik heb mijn haar ook een keer anders gedaan. Met twee van die knipjes hier. Vond ik wel heel leuk. Vandaag ga ik een video filmen voor Naked. Dat zat op de planning qua werkdingen. En voor de rest heb ik nog steeds zomervakantie. Maar ik heb het best wel heel erg druk gehad de afgelopen tijd. Als in elke dag wat van de dag. Of van de week. Dus ik had even deze week wat minder vol gepland. Zodat ik nog een beetje kan genieten van mijn zomervakantie. Ik ga vandaag een Naked video filmen. Die wil ik eigenlijk ook editen. En voor de rest heb ik niet zoveel op de planning. Dus dat vind ik wel fijn. Ik wil eigenlijk na het filmen van de Naked video nog een boswandeling maken. Daar heb ik echt heel veel zin in. En even kijken of de blaadjes al een beetje zijn gevallen voor herfst. We weten het niet. Trouwens, wanneer vinden jullie het gepast? Of prima om herfstcontent te zien. Is dat in september of denk je al, kom maar door? Want ik denk al, kom maar door. Maar ik snap dat ik dan heel vroeg ben in mijn hoofd. En dat heel veel nog denken, nee, laat nog maar eerst even de zomer afronden. Dus laat dat ook even weten in de comments. Ik heb hier de doos. Het is echt een mega doos. En die video staat al online als jullie deze vlog zien. Zo, ik heb een Naked shop nog gefilmd. Moet je opletten als ik de lamp uitdoe. Zo, dus ik ga dat nu even allemaal opruimen en dan ga ik dan mijn bril opdoen en dan ga ik even een stukje in het bos wandelen. En ik heb daar heel veel zin in en ik moet jullie ook nog iets heel leuks laten zien, maar dat ga ik zo laten zien. Ik had natuurlijk in mijn vakantievlogs verteld dat ik pech had met mijn auto. Oef, even recht doen. Een eigen auto gekocht en ik ben er zo blij mee. En daar ben ik jullie ook heel erg dankbaar voor. Ik zou even hier Insta post doen wat ik op Insta had gezet. Want ik vind dat wel heel belangrijk om te delen. Omdat het natuurlijk niet draait om spullen. En dat weet ik echt maar al te goed. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik dit kan kopen. Of ja, kan aanschaffen. Doordat eigenlijk jullie naar mij kijken. En jullie mij supporten. Dus daar wil ik jullie echt heel erg voor bedanken. Dus ik ga jullie nu even laten zien. Hij is wel tweedehands. Maar dat geeft natuurlijk niet. Want je kan heel veel mooie pareltjes vinden tweedehands. Maar ik ben echt blij mee.
Dit is de parel. Ik heb een Citroën C1. En ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus ik ga nu lekker naar het bos rijden. Kijk, het is ook nog zo lekker schoon. En ik heb zwarte bekleding. Ik heb dus 5 deuren. Daar aan deze kant en de achterbak. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ook voor de toekomst natuurlijk. En dan heb ik hier een beetje mijn parfum en handgel. Een mini paraplu voor als het gaat regenen. En dan heb ik hier gewoon kauwgom, bluetooth dingetjes. Zodat ik gewoon lekker kan connecten met de radio. En hier zo'n ding voor mijn mobiel. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En hier nog rituals. Dus ja, dit is mijn autootje. Sander die vindt het echt een gebakje. Hij noemt het ook echt een gebakje. Echt heel schattig. Echt zo'n floorautootje. Dus daarom staat ook in mijn Insta-post gebakje. Maar ik ga dus nu naar het bos toe rijden. Ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik me iets te koud heb aangekleed. Want het is echt maar 16 graden. Maar ik heb geen zin om mijn jas aan te doen. En ik ga gewoon een wandeling maken. Dus dan ga je op zich wel lopen. En ik ga altijd naar het bos. Het is best wel een hele bekende bos. Bij de Holterberg. Dat is echt bij mij 5 minuutjes rijden. En dan heb je echt een hele mooie heide en zo. Dus eigenlijk het speelbos. Dus daar ga ik nu lekker heen. Nou, ik ben in het bos. Dus ik ga nu lekker het bos in lopen. En even een wandeling maken. Vroeger kwam ik hier ook altijd. En je hebt hier dus van die houten eekhoorns. En die moet je dan volgen. En dan moet je ze echt zoeken. Dus dat vond ik altijd heel leuk. En dat is dus hier in het speelbos. Bij de Holterberg. In Nijverdal. Is dat nog Nijverdal? Ja, volgens mij wel. Hier ook weer. Wel grappig. En dan had je hier een plek. En dan moest je ver springen. Heel veel kinderfeestjes gebeurden ook altijd in het bos. Want je hebt ook allemaal activiteiten in het bos. De eerste dennenappel die ik spot. En ik ben thuis en ik ga nu ook gelijk editen. Want ik moet nog een video editen die van Naked die ik net heb opgenomen. Want die komt aanstaande vrijdag online. Dus dat ga ik nu lekker doen. En ik werk dus altijd hier. Ik heb namelijk hier natuurlijk mijn make-up tafel. Daar krijg ik altijd heel veel vragen over. Maar dat heb ik al best wel vaak verteld. Dit is allemaal van de IKEA. En die is van de IKEA. Maar die lampjes zijn van AliExpress. En die heb ik er zelf opgeplakt, zeg maar. En hier werk ik eigenlijk altijd. Ik vind dat gewoon heel chill. Ik heb namelijk gewoon best wel een kleine kamer. Dus dan vind ik dit gewoon heel erg fijn werken. En dan kan ik hier zo... Heb ik dit allemaal. Hier heb ik nog allemaal dingen georganiseerd. Dus ja, het werkt voor mij gewoon prima en dan ga ik nu lekker editen. Dus dit is eigenlijk altijd mijn werkplekje zo. Ik krijg ook best wel vaak de vraag waarmee ik edit. En ik edit eigenlijk altijd met Final Cut. Ik heb daar sinds kort een proefperiode van aangevraagd. Maar ik edit ook wel eens in Premiere Pro. En dat is een Adobe pakket, want dat heb ik gewoon voor school. Dus dat werkt voor mij gewoon heel fijn. En ik moet zeggen, iMovie kan ik ook gewoon in editen. Want daar kun je ook echt wel heel veel dingen in doen. Dus het verschilt een beetje wat voor soort video ik maak. Waarin ik edit. Maar dat eigenlijk. Ik ga nu lekker editen. Werken. Leuk. Daarvoor heb ik de camera nodig. En ik doe dus de afgelopen 2 weken nu sinds kort deze koptelefoon op tijdens het editen. Omdat ik dan echt heel chill vind dat. Want ik heb dat ook het raam openstaan. Dan hoort niemand mijn stem buiten. Als hij aan het wandelen hier is. Maar ja, ik weet niet. Dan ben ik gewoon heel geconcentreerd. En kan ik gewoon lekker editen. En als ik nu praat, hoor ik mezelf bijna niet. Dit is een koptelefoon van Sony namelijk. Echt super mooi. Kijk, dit is de koptelefoon. Het is een limited edition. Hij is mat wit. Echt prachtig. Maar die ga ik dan gewoon connecten, zeg maar, aan de computer. En dan kan ik gewoon zo editen. En dat vind ik zelf heel erg chill werken. Maar je kan hem ook eventueel gewoon wireless, dus zonder draadje, gewoon connecten door middel van via de Connect app. En dan kun je gewoon op je mobiel zonder een draadje te gebruiken. Dus dat is ook fijn. Dan kun je gewoon zo gebruiken. Maar voor de computer doe ik het zo. Ik heb nu ongeveer 2 weken terug deze koptelefoon ontvangen. En telkens met het editen opgehad. Hij is ook heel zacht trouwens. Maar ik zal even die unboxing, want dat heb ik toen ook gefilmd, nu laten zien. En dan ga ik dus door met editen.
Deze koptelefoon is dus speciaal ontworpen voor de 75ste verjaardag van Sony. En dat was in mei 2021. Dus het is ook echt een limited edition. Waarom ik hem heel fijn vind tijdens het editen is omdat hij hij is draadloos. Dat is natuurlijk fijn. Maar met editen gebruik ik wel het stekkertje. Maar het is een noise cancelling koptelefoon. Waardoor je dus echt eigenlijk helemaal niks meer hoort. Dus je hebt veel minder ruis en veel zuiverder geluid. En je kan hem dus gewoon connecten met de Connect app. En dat is dus gewoon voor Samsung via Android. Maar je kan het ook gewoon via de iPhone App Store doen. En dan kun je gewoon via de Sony koptelefoon luisteren zonder een draadje erbij te gebruiken. En de batterij gaat wel mee tot 30 uur. Dus je hoeft hem één keer op te laden en dan kun je er echt 30 uur tegenaan. En dat vind ik zelf wel chill, zodat ik niet telkens weer moet opladen als ik aan het editen ben. Hij kan gewoon echt vet lang mee. De meid is klaar met editen. Dus dat is echt top. En ik zal anders even een linkje van deze koptelefoon in de beschrijving doen. Ik wou echt eigenlijk dat ik dit nu bij jullie kon doen, zodat jullie konden horen dat je letterlijk niks hoort dan alleen in dit geval mijn stem of de muziek die je luistert. Het is echt bizar. Dus ik zou een linkje van deze koptelefoon in de beschrijving doen. Hij ziet er natuurlijk ook echt prachtig uit. En linkje staat dus in de beschrijving. En heel erg bedankt Sony voor deze koptelefoon. Ik ben echt al een paar weken blij mee tijdens het editen. Vind ik het gewoon heel fijn. Dus ik ga nu even een thumbnail maken, zodat die video ook gewoon ingepland kan worden. En dan is dat gewoon klaar. Ik moet alleen nog een keer aanbeelden maken. Dus dat doe ik denk ik straks of vanmiddag of vanavond nog. Ik moet even kijken. Oh, het is nu aan het regenen, zie ik. Gezellig. Ik ga lekker eten maken, want ik heb echt heel erg trek. Het is nu 11:15. Normaal probeer ik wel wat later te eten, maar ja, ik heb echt heel erg trek. En ik word echt gek van die fruitvliegen hier. Ik heb dus, ik had deze kannen van mijn verjaardag nog. En daar heb ik nu zeep in gedaan, dus daar gaan ze helemaal op af. Maar ik heb ook een val gemaakt met siroop. En dan van die mini gaatjes, zodat ze er wel in kunnen vliegen, maar niet meer uit. Maar ja, het werkt echt voor een meter. Dus een beetje irritant, maar oké. Maar even denken wat ik wil eten. Ik heb zin om een broodje te roosteren. En dan kruidencreme met wat rucola. Daar heb ik wel zin in. Misschien een soepje of zo bij. Oh, dit vind ik zo lekker. Ik heb hier oerbrood. Dat is top. Dan ga ik die roosteren in een pan. Klein beetje olijfolie in doen. En dan, ja, lekker soepje erbij. Och, heerlijk. Vanavond ga ik trouwens naar de film met Sander. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. En ik ga deze tomatensoep erbij eten. En dan haal ik de balletjes gehakt er gewoon uit. En die leg ik dan in de koelkast, zodat iemand anders die kan opeten. Zo, we zijn er weer wat even verder. Het is nu echt super hard opeens aan het waaien. Ik heb de thumbnail gemaakt, dus daar ben ik blij mee. Ik vind hem ook echt heel erg leuk geworden. En gisteravond, toen wilde ik mijn kaars aandoen. En ik ging even een kaars ruilen, omdat ik eentje niet meer zo lekker vond ruiken. Dus die deed ik terug in de stash, zeg maar. En even een tip sowieso. Deze Janssen. Wacht, even beter laten zien. Deze kaars, die is dus van Janssen. En dan heb ik de geur Skin 90. Die ruikt echt naar de Rituals en dan de witte lijn, zeg maar. Die is zo lekker en ook echt budgetproof. Dus echt een tip, die kun je gewoon halen bij de Ethos. Maar gisteren was ik dus bezig met mijn kaarsen. En toen ging ik dus weer in mijn kaarsenstash naar heel lang kijken. Want in de zomer doe ik eigenlijk nooit mijn kaarsen aan. En toen zag ik dus mijn kaars en zo. En toen dacht ik, leuk. Ik werd er helemaal blij van. Helemaal dat cozy vibeje kreeg ik ervan. Waar ik dus echt heel erg van hou. Dus ik dacht, ik ga mijn kaarsenstash aan jullie nu laten zien. Oké, ik heb dus sowieso deze dus van Janssen. Maar die heb ik hier staan. Dan heb ik hier deze staan. Oh, ik vind deze pot ook heel mooi. Deze is van de Xenos, maar die geeft geen geur. En dan heb ik hier in deze gouden kandelaar deze. En deze is van de Primark. Sandalwood. Maar dan heb ik dus hier in deze la heb ik mijn grote kaarsenstash. En hierin zitten dan de waxmelts. En dan heb ik hier nog, even kijken, is dat deze? Kijk, de losse kaarsjes. Ik zal wel hier beginnen. Ik heb sowieso wierook, maar dat doe ik eigenlijk nooit meer op. Omdat ik ook heb gehoord dat het dus blijkbaar echt super slecht is voor je om in te ademen. Dat het eigenlijk hetzelfde is als sigaretten roken. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik hier dan nu mee moet ofzo. Maar ik vind het ook zonde om weg te gooien. Dus dat heb ik hier. Ik heb dan de Madagascar vanille. Die is heel lekker. En deze, de Indian Folklore.
En dan heb ik nog van die echte. Die komen echt uit het buitenland. Nou ja, dan heb ik gewoon nog van die standaard. Deze geeft geen geur. Deze heb ik van de Intratuin, geloof ik. En dan voor de rest dus allemaal van die kleine vaccine- of theelichthoudertjes. Hoe noem je dit? Vaccinelichtjes. Ja, volgens mij vaccinelichtjes. Gewoon kaarsjes. En dan heb ik de geur Pumpkin Spice. Ik heb... wat was dit ook weer? Volgens mij is dit gewoon kaneelachtig. Ja, deze is kaneel. Die zijn gewoon van de Action. En ik heb ook vanille. Dat vind ik bijvoorbeeld in de zomer dan lekkerder. Maar nu tijdens de herfst, wanneer dat bijna begint, ga ik dus deze en deze doen. Echt heerlijk. En dan heb ik dus ook nog wat van Janky Candle van vorig jaar. Die adventkalender. Dat was zo'n leuk adventkalender. Dus doe even een duimpje omhoog als jij de adventkalender unboxing van Janky Candle van dit jaar wil zien van mij. Dan ga ik die zeker bestellen. Maar ik vond dat echt zo leuk. En dit is echt een van mijn favoriete geuren samen met deze. En die kon ik gewoon nog niet opbranden omdat ik hem te lekker vond. Dus ja, dit zijn echt mijn favorietjes. Volgens mij was dit Christmas Eve of Holiday Hearth. Ik weet niet meer zo goed. Maar en dan heb ik hier nog wat van de Rituals, ook van de adventkalender. Dit is de geur Black O. Dit is een nieuwe geur. Even kijken, hij is een beetje vies door al die kaarsen. Maar deze zat in de adventkalender. Die geur is zo lekker. Is echt mijn nieuwe favoriet van de Rituals. Dan heb ik hier nog eentje. Dit is de Savage Garden. Ook een beetje vies van de kaarsjes van dit allemaal. Die. En dan heb ik nog deze, de Green Cardamom of zo. Cardamom, geen idee. Maar die is ook wel heel lekker. Alleen, ik weet niet, die minis vind ik altijd zo zonde om op te branden of zo van Rituals. Want die zijn zo snel leeg. Maar dat is eigenlijk wat ik hierin heb. En dan heb ik natuurlijk de la hierin. Maar ik heb even de doos er al uitgehaald. Want hierin heb ik dus eigenlijk een beetje de waxmelts en de kleine kaarsjes. Ik heb deze van Woodwick, de waxmelts. Dit is echt mijn favoriete geur. Evening Bonfire van Woodwick. Maar die is dus uit het assortiment gehaald. En ze verkochten gewoon nergens online niet meer. Maar ook in de winkels niet meer de Evening Bonfire. Alleen een schoonheidsspecialist of schoonheidssalon die verkocht 3 waxmelts nog. Dus ik heb ze gewoon alle 3 gewoon gehaald. Zodat ik ze in ieder geval nog heb. Dus ja, deze geur kan ik gewoon nooit opbranden omdat ik hem veel te lekker vind. Maar dat is echt zo'n lekkere geur. Dan heb ik nog Fireside. Dat is ook echt mijn favoriet van vorig jaar geweest. Even kijken. Fireside, die is dus ook van Woodwick. En dan gewoon zo'n klein kaarsje. Maar ik heb die vorig jaar gewoon zoveel gebrand. Want mijn vader had een grote. Mijn schoonouders hadden de Fireside door mij gekocht. En ik zelf. Dus overal waar ik kwam roken naar Fireside. Dus die heb ik even genoeg geroken. Maar die is wel echt heel lekker. Dan heb ik dus nog wat waxmelts van Melt For You. Die vind ik ook lekker. Die zijn wel heel sterk. En dan heb ik dus nog wat Janky Candles, mijn favorieten van vorig jaar. Ik heb vorig jaar gewoon wat mindere, eigenlijk niet echt de favorietjes opgebrand. En nu kan ik dit jaar dan de echte favorieten opbranden. Dus ik heb Cinnamon Stick. Ik heb Christmas Eve. Dit is dus allemaal van die adventskalender van Janky Candle. Dus daarom wil ik hem zo graag dit jaar weer doen. Dit is Christmas Cookie. The All Is Bright. Singing Carols. Surprise Snowfall. En mijn favoriet Holiday Hearth. Die is zo lekker. En die brand ik dan in deze. Want dat gaat natuurlijk helemaal smelten zoals hierin. Dus die zet ik dan hierin. En deze is ook van Janky Candle. En ik heb ook nog Snowflake Cookie. Dus dat is een beetje wat ik hierin heb. En dan heb ik hier dus nog wat andere kaarsen. Ik heb ook nog een kerstkaas op zolder. Maar die heb ik bij de kerstspullen. Ik heb als allereerst deze van de Action. Die is super lekker. Deze van de Hema. In de geur linnen. Dit is echt gewoon zo'n schoonmaakgeurtje. Echt heel fris. Dan heb ik deze van de H&M Home. Van vorig jaar. Dit is de Bonfire in een hele kleine. Die is ook echt heel schattig en heel lekker. Dan heb ik vorig jaar voor kerst deze gevraagd. Dus dit wordt echt mijn kaars voor dit jaar. Dit is namelijk echt een heerlijke geur. Deze moet je ruiken. Wood Smoke. Die is zo lekker. En ik heb hem dan in het groot. Dus large. Oh, dit is echt niet normaal. Ik weet niet of je Woodwick kent of niet. Maar Woodwick staat erom bekend met zo'n knisperende lont, zeg maar. Dus dit is gewoon echt helemaal leuk. Dus die heb ik. Dit heb ik trouwens allemaal zelf gekocht of gekregen voor mijn verjaardag. Maar ik vind het leuk om te laten zien. Dan heb ik dus nog Fireside. Maar die heb ik nog niet helemaal op. Maar
ja, echt heel lekker, maar heel vaak aangehad. Deze had ik dus gisteren op mijn bureautje staan, maar die vind ik heel sterk. Die is van Xenos. Ik vind de geur niet zo lekker, maar ik vind de kaars zelf wel heel mooi. Dan natuurlijk de vakantiekaars van mij en Sander. Fragrant Wood van de Ethos. Deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Wild Flower. Die is ook wel heel lekker. En dan nog deze bloem. Oké, de plannen zijn veranderd. Sander die belde net en hij zei we kunnen anders ook gewoon wat eerder gaan. En dan gaan we daaruit eten. Dus dat gaan we nu doen. Want Hengelo is voor ons, wat zou het zijn, 25 minuutjes rijden of zo. Dus ik kan net zo goed daar ook lekker eten. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus helemaal buiten adem. Ik ga nu zo weg en dan gaan we lekker erheen. Lekker eten. En dan gaan we naar de film Zwaar Verliefd 2. Eigenlijk draaien de laatste tijd echt geen leuke films meer. Dus dat is een beetje jammer. Ik vind Zwaar Verliefd echt heel leuk. Maar Sander die vindt het ook wel grappig. Maar ja, niet per se super leuke film of zo. Dus ja, anders draaide er niks. En we hadden nog een bom. Dus we gaan lekker naar Zwaar Verliefd 2. Helemaal leuk. Hij vindt het ook niet heel erg hoor. Maar ja, we kijken liever Harry Potter of zo. Dat gaan we dus nu doen. Video's aan het inplannen. En ik heb dus de vorige vlog van mijn vakantievlog gevraagd hoe ik mijn bril het best kan schoonmaken. En ik kreeg heel veel reacties met dat je met dref moest doen. En dan met je vinger zo uitvegen dat dref op de glazen. Dan met lauw water afspoelen. Heb ik gedaan. Perfecte tip. Echt, mijn bril is niet zo schoon geweest. Ik zie gewoon geen vlekken meer. Het is echt heel chill. Wij gaan er snel vandoor. Of tenminste, ik ga er nu snel vandoor. En dan hou ik Sander op. En dan gaan we naar de film en eten. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. Ik heb het gisteren echt mega leuk gehad. Met Sander zijn we lekker wezen uit eten en naar de bios geweest. Het was echt wel een grappige film. Dus ja, de Day My Life is alweer voorbij. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!